Ze eten 3 van dit soort borden per dag. Er zitten ook kikkervisjes in, eet ze ook gewoon op. Torretjes en kevertjes. En je ziet ook hoe achter die snavel dat water zo, ja, naar achteren spuit, zeg maar. Ik weet niet of je dat kan zien, maar echt een behoorlijke waterstroom achter de snavel. Ik weet niet precies hoe ze dan met die snavel bewegen, maar... Ze eten dus niet alleen krozen, maar ze zoeken ook echt andere dingen. Lekker joh. En ze zijn inderdaad al een beetje groter.